Meisjes, ik zie er niet uit, maar dat maakt niet uit. Het gaat om Celine. Want Celine is over, wat is het, 26 minuten jarig? Nee, dan? 34. Oh, 34. En dan is mijn kind alweer 12. Hou op hoor, het is pas 12. Ik vind het zo heftig. Ik vind het zo heftig. Dat jij naar de middelbare school gaat en Rie in januari naar de basisschool. Ik ben er helemaal emotioneel onder. En dat mag niet van Celine. Maar ik vind het heftig. We hebben gewoon echt de traditie dat we wakker zijn om 12 uur. Dus ik ga Rietje zo wakker maken. Want die zou echt... Oh, als Rie wakker wordt en we hebben hem niet wakker gemaakt, wordt hij gek. Als het goed is, is Joos ook onderweg. Dat hij even kan meeproosten. We hebben kinderchampagne. Dan gaan we even proosten. En dan... wij gaan sowieso naar de bioscoop bij samen. En we gaan ook uit eten. Wat? Dat wij naar de bioscoop gaan sowieso morgen. Ik luister niet. Oh my god. Dan zaterdag vieren we het echt. Maar goed, goed verhaal allemaal. We wachten even op Joost. We maken Rizzo wakker. En dan gaan we proosten om 12 uur. En dan nemen jullie allemaal mee met het feit dat mijn kind 12 wordt. Echt dramatisch. Oké, we zien jullie zo. Gefeliciteerd! Gefeliciteerd! Dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Rie! Hebben jullie al geproost? Nee, dat gaan we nu doen. Mooi man. Hi, voor de Biblio! Oh, je zus is jarig. Gaan we champagne drinken, Rie? Oké, jongens, we hebben even net even snel bij twee winkels start gehaald. Wij hebben even een wit chocoladetaart. Deze was Celine. Een aardbeientaartje. En... Mami! Ja? Ik wil Julia. Ik wil Nina terug. Nina terug. Ja, we gaan even zitten hier. En een appeltaart. En een appeltaartje. Oh, je bent... Oké, wij zitten even lekker in de tuin, jongens. Rie is met zijn ridderding aan het spelen. Maarten en Max zijn nu aangekomen met het cadeau. Het is dus een fiets. Celine is nog boven. Dus we gaan dat nu aan haar geven. Ze gaan het nu aan haar geven. Ze hebben een nieuwe fiets gekocht voor haar. Dan moet je maar even meelopen, denk ik. Zoek maar schoenen aan.
poppen. En, ben je blij mee? Ja. Dit was toch, je wou toch neutraal? Ja. Gloria, in de gloria. Hyper de piep, hoera! Hyper de piep, hoera! Hyper de piep, hoera! Rie, we hebben hier nog. Wat hebben wij? Cadeautjes voor Celine. Ja. Oh, uit Las Vegas. Oké, doe maar erin. Die ga jij die geven aan haar. Goed? Nee. Ik ga het. Wat is dit? Even kijken. Dit is make-up. Dit is echt mooi. Make-up. Is dit grappig? Ik zag dit. Dat weet ik. En toen zag ik dat en toen dacht ik, nou, dat is schaanig. Toch? Ja. Dit is de brush voor de blush die je hebt. Voor de blush die ik had gekocht voor haar. ik zag dit is toch grappig, jongens. Ook borstels. Ja, ik vond het zo geinig, eerlijk. Dit zijn die andere twee limited editions. Ik heb ze alle drie gekocht. Zo, ja. Is het nog tegen mij te zeggen? Ja, we hadden die andere misschien al. Ik dacht, ja, die moeten we eigenlijk alle drie hebben. Want ze zijn nu ook nergens meer te krijgen, toch? Oh, deze is ook echt lekker. Ja. Even kijken. Heel lekker, hè? Ja. Dus nu heeft ze ze alle drie. Oké. Oh, deze ruikt ook echt lekker. Kan ruiken? Ik vind deze lekkerder. Dus alle drie lekker. Nou. Dankjewel. No relationship choices, what you do, think about it. Ik ga 1 oktober naar Usher, jongens. In ieder geval, Celine gaat nu een nummer opzetten wat ik gewoon om te janken vind. En als ik zeg om te janken, bedoel ik echt om te janken. Je hebt om te janken en dan heb je nog een keer om te janken. Het is gewoon afgrijzelijk. Hallo, hier ben ik weer. Ik ben Nelle Takkelaar. Ik kom gewoon weer terug. Het is Michelle van der Blok. Wij zijn dus nu in een restaurant bij Tatsu in de bank. Ik wil dus altijd op de bank zitten. Maar deze twee drerries hebben mij op de stoel laten zitten. Waar wil jij altijd zitten? Mijn verjaardag. Als je in een restaurant bent, ben je in een bankzitter of een stoelzitter? Ik zit nou op de stoel. Dus die privilege mag ik, maar zij dan ook tegen. Kijk. Zij moet eigenlijk niet zo ruilen, maar dat doet ze niet. Instellingen. Jullie zijn vreselijk. Vreselijk. Echt waar, verschrikkelijk. Oké, we hebben ons helemaal vol gegeten en we gaan nu naar de Mac. De Mac. Ik ben echt de Mac. Vertel even hoe excited jij bent over deze film. Ik heb er zo zin in, ik weet niet waarom. Maar... Wanneer hebben we die voor het eerst gezien? Weet je dat nog? Nee, maar ik weet niet, maar ik heb er zo zin in, want het lijkt gewoon, het is gewoon leuk, ik weet niet.
Leuke film. Ja, kijk hoe allemaal. Ze zegt zoveel, maar eigenlijk niks. Je bent net Olaf. Je bent net Olaf van BNB. Ja, weet je wel. Ja, nee, dat komt allemaal goed. Die man. Er komt zoveel geluid uit die man, maar hij zegt bijna niks. Niemand lacht. Nou, Bingen gaat je helemaal stuk. Ja, maar die mag ik niet filmen, maar goed. Dus oké, okay, wij gaan nu naar The Meg. Niet naar de Meg, maar de Meg. Hoe doet Olaf? Ik weet niet waar je het over hebt. Gaat alles goed? Want volgens mij. Ik weet het niet hoor. Oké, okay, we gaan naar de film. Gast voor Megan heeft zoete popcorn.